sinds een paar jaar zijn Toyota's echt oprecht leuk gaan rijden, goede wegligging. En dat is hier ook wel in herkenbaar. Diezelfde filosofie, om het maar even zo te noemen. Het heeft even geduurd en er was even wat overredingskracht van nodige regeringen en andere beleidsmakers voor nodig. Maar we staan hier nu dan toch eindelijk echt oog in oog met de allereerste battery electric vehicle van Toyota. Voor het gemak tellen we de Lexus UX. Daar de elektrische versie van maar even niet mee, want dat is een auto om heel snel te vergeten. Een haastig in elkaar gekluste compliance car, wat mij betreft. Maar dit is de real deal. Toyota heeft natuurlijk een tijd lang gewed op waterstof. Dat doen ze eigenlijk in zekere zin nog steeds. Maar ze ontkomen er nu niet aan om ook met een accu-auto te komen. Begrijp mij niet verkeerd. Er zijn een hoop mensen die Toyota daarvoor bekritiseren. Dat ze zo laat zijn met het maken van elektrische auto's. Ik ben er daar niet één van. Om de simpele reden dat er niet één autoconcern is geweest. Dat zoveel heeft betekend voor CO2-reductie. Van de totale vloot, als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar. Onder andere natuurlijk met de hybrides. De Prius, zij zijn eigenlijk gewoon de voortrekkers. En ja, misschien is het dan wel zo dat het de wet van de remmende voorsprong is die ervoor heeft gezorgd. Dat ze nu pas met een battery electric vehicle komen. Simpelweg omdat het vlootgemiddelde van Toyota altijd al zo laag was door die hybrides. Dat ze puur vanwege de regels nooit echt de behoefte hadden. En een auto met nul uitstoot. Maar long story short, ze moeten nu wel. En dan is Toyota ook echt niet een concern om te onderschatten. Heel veel expertise op het gebied van hybrides. En feitelijk de techniek die je hier ziet, is daar natuurlijk van afgeleid. De omvormers, de motoren, die zijn niet wezenlijk anders dan die je in de hybrides van Toyota ziet. En ze hebben de afgelopen jaren natuurlijk enorm veel ervaring opgedaan samen met de Panasonic. En andere partners op het gebied van accu's. Dus onderschat Toyota niet. Ze zijn laat. Maar eigenlijk zijn ze misschien juist wel de allereerste. Die enorm veel ervaring hebben opgedaan met het conditioneren van accu's. Om maar eens iets te noemen. Nou, wat hebben we dan voor ons? Het is de Toyota BZ4X. Niet een hele elegante naam. Bekt niet echt lekker. Maar het is makkelijk uit te leggen. BZ staat voor Beyond Zero. Zero van Zero Emissions, dat kunnen we samen ook wel verzinnen. De 4 slaat op het segment, het formaat van de auto. Best een grote bak dit. 4 is dus groot. 1 zal zijn Toyota Aygo. 4 is dit, wielbasis. 2,85 meter, lengte 4,7 meter. En de X, die staat natuurlijk zoals bij alle andere merken voor off-road, SUV-achtig ding. X. X is cross, X is off-road. En daar kijken we nu dus naar. BZ4X. Hier staat het geschreven. Hij komt in principe in april al op de markt in Nederland. Maar je zult moeten wachten tot eigenlijk januari 2023. Dus nog bijna een jaar. Want dan worden pas de eerste auto's geproduceerd met een driefase onboard lader. En dat is natuurlijk wat je in Nederland wil. Met 11 kilowatt laden aan de gemiddelde laadpaal. Hij komt er met voorwielaandrijving en met vierwielaandrijving. Maar vooralsnog krijgen alle BZ4X modellen een accu van 71 kWh groot. En daarmee zou die circa 450 km ver moeten komen. Homologatieproces is nog bezig. Dus daar kunnen we nog niet alles over zeggen. Op papier wordt gegeven een laadsnelheid aan de DC-snelladers. 150 kW. Als je kijkt naar wat de Koreanen op dit moment op de markt brengen met een 800 volt accu's, dan is 150 kilowatt is daar niet zoveel bij, want die dingen die doen het al met 230. Deze accu heeft een nominaal voltage van 355 volt. Alleen Toyota meldt dat de gemiddelde laadsnelheid wel enorm hoog is. Ze geven zelf op, het is ook nog onder voorbehoud, dat die van 0 tot 80% state of charge in 23 minuten geladen kan worden. En dat zou dus impliceren dat je gemiddelde laadsnelheid hebt tussen 140 en 150.
Als het echt waar is, dan zou dat enorm goed zijn. Hè? Dan is het bijna vergelijkbaar qua laadsnelheid met de Audi e-tron, die natuurlijk ontzettend goed daarin is. Toyota zou natuurlijk Toyota ook niet zijn als ze heel erg gaan voor kwaliteit en garantie. Ook daar is nog niet het allerlaatste woord over gezegd, maar reken erop dat je accuvoorwaarden krijgt die niet te vergelijken zijn met die van andere merken. Dus waarschijnlijk komt het neer op een accugarantie van 1 miljoen kilometer, 10 jaar, dat hij dan nog steeds minimaal 70% van zijn capaciteit bezit. En zo niet, dan krijg je gratis een nieuwe accu. En ook ja, Toyota die heeft vanaf sinds kort 10 jaar garantie op alle modellen. Zolang je ze bij de dealer laat onderhouden. En dat past natuurlijk wel een beetje in het straatje van Toyota. Nou goed, laten we even een dichterbij kijken. Het is een auto dus ongeveer ter grootte van de RAV4, die we inmiddels heel goed kennen. Maar, zoals bij veel EV's, kijk naar mijn beenruimte. Kijk naar de hoofdruimte. Het voordeel van een EV is natuurlijk dat je veel minder plek nodig hebt voor de motoren. Waardoor je de assen verder naar de buitenkant van de auto kunt drukken en meer interieurruimte kunt genereren. En dat zie je hier ook. Je ziet ook een hoge vloer, want de accu zit daar. Maar dan alsnog, ja, dit is wel een zeer ruime 5-sits SUV. Gaan we voor het gemak nog even naar achteren. Let niet op rammeltjes, kraakjes en piepjes. We hebben hier te maken met een handgebouwd prototype. Ja, die zijn nou eenmaal wat gammel. Zoals gezegd, de eerste auto's die je wil hebben komen toch pas over een jaar in Nederland. Dus dit is meer een mooie eerste kijk dan een echte autotest. Vandaar natuurlijk ook de redelijk bizarre paintjob. Het is een wrapje om aan te geven dat we hier met een proto te maken hebben. De RAV4 had ik er net al bij ter vergelijk. Qua lengte is hier wel een beetje van dat formaat. Maar je ziet, de overgangen voor en achter zijn veel korter. Wielbasis is een stuk langer. En de auto is vooral lager. Laag is natuurlijk goed bij een elektrische auto. Want gestroomlijnd. Er is nog een hoop over deze auto te vertellen. Zoals het dak, dat is, kijk eens, je kunt het goed zien, of niet goed zien, maar misschien dat het wel net lukt. Dat is een zonnepaneel, jawel. Zonnepaneel, optioneel, straks verkrijgbaar om in het allergunstigste geval, volgens Toyota, 1800 km per jaar een actieradius gratis in de accu te stoppen. Nou ja, afgaand op het weer in Nederland zou ik zeggen dat je, nou ja, laten we zeggen tussen september en nu ongeveer op 4 kilometer uitkomt, denk ik. Maar goed, het is een geinige optie. Nou, kijken we in het interieur. Dan zien we toch wel weer een totaal nieuw interieurconcept. Wat natuurlijk ook wel logisch is bij een totaal nieuw platform. Waar kijken we op uit? Laten we de deur even dicht doen. Qua, laten we zeggen, materiaalkeuze is het niet echt premium. Het is redelijk doorsnee, ook vergelijkbaar met een RAV4. Nieuw interieurconcept dus. Een beetje afgekeken van Peugeot misschien. Het instrumentarium digitaal boven het stuur. Dus je moet het stuur een beetje op schoot leggen. Hier zie ik sensoren waarvan ik niet 100% zeker weet waarvoor ze zijn. Maar waarschijnlijk is het driver monitoring. Wat natuurlijk weer te maken heeft met rijassistentie. Daar zijn ze bij Toyota heel erg voorzichtig mee. Je krijgt gratis heel veel rijassistent op alle Toyota's, zelfs op de allerkleinste, de Aygo X. Maar het is dus heel belangrijk, vinden ze bij Toyota, en dat vind ik zelf ook, dat je wel altijd in de gaten houdt of de bestuurder wel zijn oog op de weg houdt. Het zijn assistentiesystemen en mensen moeten die niet verwarren als semi-zelfrijdende auto's, want zover is het nog lang niet. Groot infotainmentscherm, ook weer van een nieuwe generatie. En daarvan kan ik helaas niet zeggen in hoeverre de software daarvan geïntegreerd is met elektrisch rijden. Dat is allemaal nog in ontwikkeling, zegt Toyota. Dus ze kunnen nog niet echt een oordeel geven over in hoeverre het bijvoorbeeld mogelijk is om een routeplanner naar eigen smaak aan te passen. En te zeggen van, nou, ik wil langs die en die snelladers. En dat die dan voor jou de ideale route uitrekent, enzovoort, enzovoort. Zoals sommige merken dat heel goed doen en andere merken heel slecht. Het is nog in ontwikkeling. Ik kan er nog niets over zeggen. Wat we wel nog even kunnen aanstippen is dit. Toyota
vermarkt deze auto nadrukkelijk als een auto die ook echt daadwerkelijk bruikbaar is als off-roader. Dus die X die staat er niet voor niks. Voor de rest zien we ja, stuurverwarming. Stoelverwarming, heel belangrijk natuurlijk in een EV waar je zo efficiënt wil, mogelijk wil omgaan met alle energie. Dus ook die van de klimaatbeheersing. Fijn. Goed, we hebben nu denk ik een aardige statische indruk gekregen. We gaan nu de camera's in de auto monteren en een stukje rijden. En dan weten we meer over het weggedrag en misschien zelfs ook al een beetje over het verbruik van dit apparaat. Dus, let's go! Zo, onderweg in het prototype van de Toyota BZ4X. Specificatie is op dit moment de vierwiel aangedreven versie. Nou, dat betekent voor en achter een motor van 109 pk of 80 kilowatt. Dat is eigenlijk toepasselijker in het geval van elektrische auto's. Voor een totaal van 218. Topsnelheid 160 km per uur. Bescheiden. 0 tot 100, seconde of 7, bescheiden. Past heel erg bij Toyota natuurlijk. Geen bloedverziekend snelle acceleratie, geen enorme topsnelheden, maar alles qua concept gebouwd rondom efficiëntie en lange levensduur. Met veel vermogen en snelle acceleratie verkoop je misschien wat auto's. Maar ja, het kost op den duur natuurlijk ook aandrijfassen en dergelijke. En het is eerlijk gezegd natuurlijk ook voldoende. Ja, qua efficiëntie, ik kan er nog niet echt een definitief oordeel over vellen natuurlijk. Maar de accu was volgeladen toen ik in de auto stapte. En toen gaf hij een actieradius aan van 375 kilometer. Met een buitentemperatuur van 10 graden Celsius. Ja, het is natuurlijk niet helemaal de 450 die ze bij WLTP beloven. Maar zo gaat het nog eenmaal met EV's. En nieuwe onderweg zijn. Ja, als je dat gepiep hoort, het is een snelheidswaarschuwing die elke keer als ik te hard rijd piep zegt. Dus dat moeten we maar even negeren met z'n allen. Nogmaals, het is een prototype. Niet alles werkt zoals het hoort. Als ik nu kijk naar het verbruik van een kort ritje, dan zit ik op 21 kWh per 100 km. Nou, als we dan gaan omrekenen, dan zou je dus inderdaad uitkomen op pak een beetje 350 km. Maar ja, hoe het verbruik is op hogere snelheden en zo. Daarvoor is deze kennismaking te kort. Maar ook wat betreft aerodynamica hoef je natuurlijk Toyota niks uit te leggen over wat goed en wat niet goed is. Ze zijn de uitvinders van de Prius en dat is natuurlijk bij uitstek een van de allereerste echte aero-auto's, efficiënte aero-auto's op de markt. En de lessen die daarbij zijn geleerd, ja, die zullen hier natuurlijk ook wel van toepassing zijn. Vlakke vloer, juiste hoek van voor en achter ruit, een achterspoiler om de wind zo soepel mogelijk van de auto te laten afgeleiden, dat soort dingen. Puur qua rijden is het, ja, zoals eigenlijk de meeste doorsnee elektrische auto's. Het is, het doet zijn ding. Het is niet heel uitgesproken sportief. Dat zou natuurlijk ook niet echt bij een Toyota passen. Maar je voelt wel dat je in een hele stijve auto rijdt natuurlijk. Gebouwd om zo'n accupakket dat echt in een soort van brace hangt. En qua afrolcomfort volstrekt doorsnee. Het is niet sompig. Het is ook niet sportief. Het is echt een heel erg mooi gemiddelde zoals de meeste Toyotas van dit moment hebben. Sinds een paar jaar zijn Toyotas echt oprecht leuk gaan rijden. Goede wegligging. En dat is hier ook wel in herkenbaar. Diezelfde filosofie, om het maar even zo te noemen. Zoals we wel bepaalde andere merken ook doen, lijkt het erop dat Toyota echt nadrukkelijk probeert om mensen die, laten we zeggen, merktrouwe Toyota-rijders die gaan overstappen op een BEV, om die toch vooral een zachte landing te geven. Dus het is allemaal niet heel erg afwijkend van de norm. Je kunt bijvoorbeeld met one-pedal driving rijden, dus dat je het vermogenspedaal loslaat en dat die afremt op de motor tot stilstand. Maar zoals ik het nu heb ingesteld, is het een stand waarbij die gewoon blijft uitrollen met een heel klein beetje remmend effect van de motor, zodat het een beetje lijkt op, laten we zeggen, het remmend effect wat je bij een hybride of een gewone motor krijgt.
Eén ding wat wel revolutionair zal zijn, is dat deze auto de eerste auto wordt, in ieder geval van Toyota, zonder stuurstang optioneel. Dus je krijgt dan een besturing waarbij het stuur niet meer fysiek verbonden is met de wielen, maar je vertelt de computer met het stuur wat je wilt doen en dan het stuursysteem met actuatoren op de vooras gaat dan de wiel sturen, waardoor je nog maar een stuuruitslag maximaal van 150 graden van links naar rechts hebt. Dat is natuurlijk extreem direct. Maar goed, dat systeem is nog niet klaar. Dat komt over een jaar pas. Dus kunnen we nu nog niet over zeggen. Maar zoals hij nu stuurt, in ieder geval, ja, dat is gewoon eigenlijk best wel prettig. Het is een auto, zoals bij zoveel elektrische auto's, met een laag en gecentraliseerde massa. Die veel kleiner lijkt dan dat hij op papier is. Veel kleiner en veel lichter. Dat is iets wat je bij dit apparaat ook wel voelt. Dan wordt toch al vrij snel duidelijk wat Toyota hiermee betracht. Het is een super safe aanpak van de allereerste elektrische auto die ze op de markt gaan brengen. Verwacht geen wonderen op wat voor gebied dan ook. Maar ik denk ook niet dat het op enige vlak voor de gemiddelde consument zal teleurstellen. Het doet alles goed. Ja, en dan staat of valt het succes binnen het concurrentieomveld natuurlijk ook voor een groot deel met de prijs. Nou ja, je raadt het al, daar kan ik natuurlijk helemaal niets over zeggen. In april wordt daar meer over duidelijk. Dan kun je de auto's gaan bestellen. Maar de eerste indruk is in ieder geval dat het in alle opzichten typische Toyota is. Misschien niet de meest vooruitstrevende EV, maar het apparaat zal op de duur ook echt wel zijn kopers gaan vinden. Zoveel is bij deze eerste indruk wel duidelijk.